Nou, het probleem van wangen is als er te veel ingevallen zijn. Ja, kijk, sommige mensen hebben soms wat te dikke wangen. Daar is ook zeker wat aan te doen. Maar dat kan je echt wel met sommige middelen wat verminderen. Bijvoorbeeld Aqualix. Maar de andere is als het ingevallen is en dat het een vermoeide uitstraling kan geven. Meestal werk je met fillers en je kan hier hyaluronzuur gebruiken voor hele lichte gevallen. Je kunt voor sterkere vermindering van de wangen kan je radiërs gebruiken of Sculptra. Nou, dat het gewoon zeker dat ingevallen er gewoon weg is. Belangrijk is weer dat als je heel erg ingevallen hebt, dat je dan ook wel meer middelen nodig heeft. En het kan soms een uitdaging zijn, ook gewoon in die zin voor budgettechnische redenen, om eigenlijk toch met de middelen die ik beschikbaar heb, of waar het budget voor is, om daar een goed resultaat mee te bereiken. Dat lukt ook aardig, maar daar, ja, dat vergt soms wel eens wat creativiteit vakmanschap, om even zo te zeggen. Ja, maar goed, dat is gewoon iets wat je in een persoonlijke consult echt met mij zou moeten bespreken.